Au. Hoe ben je bij de Rembrandt-schildertjes gekomen? Ik kreeg een vraag op school. Wil je bij de Rembrandt-schildertjes schilderen? Ik dacht van ja, het lijkt me wel leuk. Want ik vind dat een kind gewoon leuk creatief moet bezig zijn. Weet je, je hebt ook kinderen die knutselen en creativiteit niet zo leuk vinden. Maar ik denk ja, ik vind creativiteit gewoon leuk en het moet ook gewoon bij een kind horen. Dus ja, daarom heb ik hiervoor gekozen. Mensen, pas alsjeblieft op dat u geen zonnesteek oploopt. Beschermt u door u goed in te smeren en voldoende te drinken. Je bent genomineerd voor een prijs. Kun je vertellen waarvoor? Jazeker, ik ben genomineerd voor deze prijs. Meest inspirerende Nederlander met een beperking. Kunt u alsjeblieft op mij stemmen via mijn Facebookpagina. Mijn naam is Jeroen Hummel. Dankjewel Jeroen. Succes jongen. Bij iemand die vandaag gaat spelen voor Servus. En mag ik weten wat jij gaat spelen vandaag? Ik ben opperheks. Opperheks. En wat houdt dat in, opperheks? Dat is een heks die... Ja, die heeft een plan voor alle andere heksen. Emmy, en wat ga jij vanmiddag spelen? Ook een heks. Een heks? En ben jij een lieve heks of een gemene? Allebei. Ik sta hier bij Ineke Blom. En Ineke Blom is een van de mensen die ervoor zorgt dat hier vanmiddag een voorstelling wordt gegeven. Wat is je rol in dit geheel? Ik ben de algemeen leidster van Servus Junior. Dus ik probeer te zorgen dat iedereen zijn dingen doet die gedaan moeten worden. En dat alles klaar staat om vanmiddag een voorstelling te gaan draaien. De heks van Dovenetel, die roerde in haar ketel. Ze maakte vak van heksengras, waar ze zelf zo dol op was. Wiede, wiede, wiet, wiede, wiede, wiet. Heksenvak, die lust ik niet. Wiede, wiede, wiet, wiede, wiede, wiet. Heksenvak, die lust ik niet. De kinderen zijn dol enthousiast, willen heel graag het toneel op. We zijn er helemaal klaar voor. Want het is voor hun de eerste keer dat ze voor het publiek staan, hè? Ja, dat is echt... We gaan geschiedenis schrijven nu met Servus Junior. Want als we nu de voorstelling gehad hebben, dan bestaan we echt. Wiede, wiede, wiet, wiede, wiede, wiet. Heksen, chef, die lust ik niet.
Hoeveel kinderen draait het vanmiddag? Hoeveel kinderen zijn er bij je Servus Junior? Op dit moment zijn er 18 kinderen bij Servus en bij Servus Junior. Van 6 tot en met 12 jaar. Kunnen daar misschien nog kinderen bij? Ja, er kunnen een heleboel kinderen bij. En we hebben ook alweer aanvragen, dus na de vakantie komen er ook nog weer kinderen bij. En hopen dat de kinderen blijven, dat ze niet er vanaf gaan, maar ze zijn enthousiast. Dus, maar we gaan ook met 2 groepen werken volgende, na de zomervakantie. Ja, want als ze 1 keer besmet zijn met het virus, dan denk ik dat ze blijven. Voor het merendeel van de kinderen geldt dat zeker, ja. Als ze maar op kunnen treden en kunnen zingen, want zingen dat vinden ze geweldig. Corde Bakker, wat is uw band met Almelo? Nou, een enorme band. Ik woon zelf in Amsterdam, dus best een eentje uit elkaar. Maar ik doe dit al, nou, de pleinconcerten dan. Hè. Kijk, vandaag staan we in de kerk. Dat stond vorig jaar ook. Maar daarvoor al jarenlang, misschien al 10 jaar of zo. Elk jaar het pleinconcert. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Want heel veel jonge mensen begeleid ik dan. Klassiek, lichte muziek, jazz. Dat is leuk, want er is veel talent in Almelo. Ieder jaar maar weer. Ik sta iedere keer weer verbaasd. Je krijgt af en toe kippenvel van sommige deelnemsters. Het is echt geweldig. Dus ik vind het, en ik ben een groot voorstander van live muziek. Ook dat de jeugd muziek maakt, daar ben ik een groot voorstander van. Dus ik voel me hier erg thuis in Almelo. Steeds weer uitgenodigd of? Ja, ze blijven maar bellen. Elk jaar is weer, komt er weer, ja, dan komt er toch weer een belletje. Ik denk hier, nou zelfs als ik iemand anders wil, hadden die Corde Bakker. Maar ik hoop volgend jaar wel. Blijf doorgaan met dit soort initiatieven. Want ik vind het, ja, nogmaals geweldig dat het gebeurt. Want het zijn niet veel steden die dit doen. En jullie hebben de Voice of Almelo en al die muziekscholen die samenwerken. Dat vind ik heel goed. Almelo, dikke pluim. Ja, ja.
Ja, leuk hoor. Nou, mooi hoor. Mooi! Om die parasols te gaan doen. Met een bankje. Het bankje staat iets verderop. Op dit moment wordt het gebruikt door een van de geiten. Twee geiten. Nou, dat is mooi. Daar mag iedereen bij gaan zitten. En ik hoop dat op dat bankje heel veel mensen even tot rust kunnen komen. Even een moment aan Mientje kunnen denken. En genieten van de omgeving, de geitjes, de bokken, de kinderen hier. En de parasols zijn vooral voor de cliënten hier van de Stadsboerderij. Ik zit bij de Suroptimisten in Almelo. En Mientje Verwij was een van onze leden. En zij is in februari 2017 op 93-jarige leeftijd overleden. En zij had in haar erfenis, in haar testament staan, dat ze een aantal stichtingen geld gaf. Waaronder de stichting Suroptimisten Almelo. En in haar gedachtegoed hebben we geprobeerd iets te goeds te kopen. En daar waar ze in Almelo wat aan hebben. En dat is een bankje geworden bij het Beeklustpark voor heel Almelo eigenlijk. En twee mooie grote parasols voor de cliënten van het stads, of de kinderboerderij het Beeklust. Suroptimisten is een internationale vereniging van een soort serviceclub voor vrouwen. Heel lang geleden is het ontstaan doordat iemand in Amerika bij de Rotary wilde. En dat mocht ze niet, omdat ze een vrouw was. En toen zei ze, dan richt ik zelf een club op. En we komen één keer in de maand bij elkaar. En vrouwen met een beroep en allemaal verschillende beroepen. Dus het is de bedoeling dat er van elk beroep iemand bij de club zit. En we proberen vooral vrouwen en kinderen te helpen en te ondersteunen. Suroptimisten, wij zijn heel blij dat we een heel mooi project hebben gevonden en dat daar iedereen blij mee is en daar wat aan heeft en even een rustig moment aan Mientje Verwij kan besteden. Zij kwam hier zelf ook heel vaak met de Suroptimisten, hebben we hier ook al veel geholpen en gewerkt en we hebben op een gegeven moment geld gegeven voor een ponycar, dus het past allemaal heel mooi in elkaar. Straks in september hopen we 1000 mensen te hebben. En dit is dan de voorbode voor de Allee. Mensen kunnen nog in training. De Way to Allee. Suzu heeft weer het looppakketje. En we hopen dat Almelo nog meer in beweging komt. Zonder jullie kant gebeurt er niks. Ja. Eindelijk iemand die het in de gaten heeft. Het is speciaal voor jullie hier. Ja, vierde jaar ingestapt en we praten, als het goed is, over bijna 100 mensen die meehelpen. Schoenen en dan gaat de eerste loper. Kijk eens aan. Een bekertje water. Een bekertje water. En even onder de boog door. Kijk eens aan. Hij gaat voor de 10 kilometer. Kom maar, hè. Oh, kijk eens aan. Ze gaat voor de 10? Nee, ze gaat voor de 5. Super, nummer 2 op de 10 kilometer op 27 minuten en 27 seconden. Een dame, dat kan niet missen. Heel goed. Wanneer is de wedstrijd? En ze gaat voor de... Dan had ik een voetje bij... ...gelopen. Op 37 minuten en 7 seconden. Ja, het is best warm. Best warm? Ja. Ja. Nummer 1, de eerste pre-LA 10 kilometer. Je hebt echt de primeur, meneer. En Lieneke heeft op de 5 vandaan. Meneer Koetsier, u heeft zojuist de 5 kilometer gelopen. Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 72 jaar. Ja. En u doet dat nog steeds met veel plezier? Meestal weekend, ja. Had een... wedstrijdjes of zo, dan 5 kilometer. Ook wedstrijden?
Nou ja, ik loop wel als de wedstrijd is, maar ik loop nooit voorheen, dus... U bent meer recreatief lopen? Ja, ja. Als je maar gezond blijft, dan in beweging blijven, dat is het voornaamste. Ja. Maar hoe lang denkt u dit nog vol te houden? Nou ja, dit ligt er aan. Als je echt geblesseerd wordt, dan wordt het wat moeilijk, ja. Maar wat u betreft, gewoon doorgaan? Zolang ik kan, dan ga ik door, ja. De geschiedenis van de doopsgezinde gemeente in Almelo gaat terug tot in de 16e eeuw. Op de plaats waar nu de kerk staat, Grote Straat 57, werd in 1684 een woonhuis omgebouwd tot kerkzaal. Wel moest het een schuilkerk zijn, dat wil zeggen, aan de buitenkant mocht niet zichtbaar zijn dat het hier een kerkgebouw betrof. Aan de straatzijde van de schuilkerk bevond zich een woongedeelte, terwijl de ingang van de kerkzaal zich in de gang links van het gebouw bevond. Gravin Sophia van Rechteren verleende toestemming tot het bouwen van een orgel. Het orgel en de preekstoel daaronder zijn uitgevoerd in Louis XVI-stijl, passend bij de nieuwe voorgevel. De kerk biedt plaats aan ongeveer 80 kerkgangers. Ook worden er regelmatig concerten gegeven.